Het ging er hard aan toe op de bijeenkomst een maand geleden over de komst van een asielzoekerscentrum naar de Beverwaard. 10 jaar zijn ze bezig geweest om hier de wijk goed te krijgen. En hij is nog niet goed, want er loopt heel veel rottigheid rond. Maar het is wel een wijk waar iedereen voor me luistert nu. Deze week in 7 minuten een portret van een spraakmakende wijk in Rotterdam-Zuid. Laat me maar eens even je wijk zien. Ja, nou ja, dit is het winkelcentrum van de Beverwaard. Een wijk waar, een kleine dorpsgezinswijk, waar bijna 12.000 mensen wonen. En wat eigenlijk als een klein dorpje fungeert. Ik ben hier praktisch opgegroeid. Toen ik 1 was ben ik hier komen wonen en eigenlijk nooit meer weggegaan. Vanaf mijn 14e werk ik bij de Verhagen en langzaam opgegroeid tot eigenaar. En altijd in de wijk opgegroeid, geleefd, gevoetbald. Ja, eigenlijk alles maar wat je kan verzinnen. En, ja, trots op deze wijk eigenlijk, op de mensen die er wonen. De Beverwaard is net een dorp. Iedereen kent elkaar. Toch heeft de wijk niet zo'n beste naam. Doei doei! De Beverwaard is gebouwd in de jaren 80. Het is dus een vrij jonge wijk. En hier staan veel sociale huurwoningen en veel eengezinswoningen. De verdeling autochtoon-allochtoon is ongeveer 50-50. Het opleidingsniveau is laag. En dat geldt ook voor het inkomen. De werkloosheid is hoog. Hier kampen ook veel mensen met schulden. De criminaliteit is de afgelopen jaren fors gedaald. Er zijn natuurlijk wat problemen in de wijk. Sommige cijfers spreken voor zich dat er hier wat mensen wonen die het wat moeilijker hebben als anderen. Er zijn ook heel veel mensen die het heel goed hebben, maar je moet je ogen ook niet sluiten voor de problemen die er zijn. En zeker de afgelopen 5 jaar heb ik daar met heel erg veel mensen, met gemeente, politie, noem het allemaal maar op, en alle vrijwilligers, echt wel stappen in gemaakt om dat nog beter te maken. Om vooral het imago te verbeteren. Alleen ja, we zijn er nog niet. We moeten daar keihard voor blijven vechten. Ik denk alleen wel dat er een heel verschil is 10 jaar geleden of nu. Nou ja, 10 jaar geleden durf ik wel te zeggen dat we misschien onveilig waren. Dat mensen misschien wat minder makkelijk over straat durfden. Nou, vergeleken bij bijna 20 jaar terug wil ik niet meer weg uit Beverwaard, terwijl ik er niet wilde komen wonen. Vanwege probleemwijk zo, dit en dat. En het was inderdaad een hele tijd waar ik zelf heb ondervonden, de kampers, hoekje daar bij de goede Kortenbachsingel, waren de problemen. Ik heb er ook 10 jaar heerlijk gewoond hoor, geen problemen, goede buren. En toen brak de hel los. Nou, toen vond ik het dus niet prettig in de Beverwaard, maar dat is te begrijpen. Nu, ik zou er voor geen goud weg willen. En als je toch die problemen zou moeten benoemen? Ja, dan is het wel armoede. Ik denk dat vaak daar de problemen mee ontstaan. Als mensen het moeilijk hebben met geld, door in problemen komen, door wat voor reden dan ook, dan wordt alles gewoon heel veel moeilijker. Het stapelt zich op, de ene rekening, de andere rekening. Ja, en daar moeten we gewoon in helpen. Ik sprak iemand en die vroeg ik, waar doe jij je boodschappen? Die zei, ja, in Ridderkerk. En ik zeg, maar je hebt in je eigen wijk toch ook een winkelcentrum? Ja, maar dat is zo verpauperd. Ja, ja, het allergrootste probleem van het winkelcentrum, en dat roep ik al jaren, is dat het te groot is voor zijn functie. Al jaren proberen met heel veel partijen daar een oplossing voor te verzinnen. En dat is moeilijk. Ik denk dat we het in dienstverlening moeten zoeken. Dat we het winkelcentrum meer moeten centreren. Er zijn wel wat dingen gaande om bestaande winkels groter te maken. Maar het is gewoon het hele probleem van de Beverwaard, het is het imago. Als ik het winkelcentrum opnoem wat we net hoorden, denkt iedereen, nou dat is gezellig, daar gaan we even naartoe. En er is geen woord gelogen. Alleen ja, de sfeer, dat is wel een probleem. En dat probeer je met elkaar op te pakken, maar dat is gewoon heel erg moeilijk. Het is niet echt ook de tijd dat mensen staan te springen om een eigen winkel te beginnen. 3 met, 1 pinda, half kippetje, grote en een kleine bananenschip. Kijk, als je het weet, hoi! Er zijn ook hele mooie voordelen hier in de wijk. 1, saamhorigheid. Die weg was, maar die nu weer aan het samengroeien is. En dan zijn er misschien losse stukjes, eilandjes. Maar als het doorgaat en opgebouwd blijft worden, worden die eilanden een groot stuk land. En dat is nu dus door de bewoners opgepakt en allerlei activiteiten, zowel voor jong als oud, kinderen. We hebben bijvoorbeeld een Julien in de wijk, die eerst begon in een straatje bij ons met fitness voor de kinderen, kickboksen. Later de vrouwen erbij geroepen. Sta! Hoe ga je staan? Focus, kijk in die spiegel. Met je borst die kant. Kijk, kijk, kijk. Draaien, draaien, draaien. Zo. Kijk in de spiegel. Voor wie ben je hier zo? Voor jezelf, hè?
Rug! Kinderen kunnen lekker hun frustratie kwijt. En het gaat niet om het kickboksen, maar dat ze lekker hun energie kwijt kunnen. Het is ontstaan 4 jaar geleden. Ik was aan mijn auto aan het klussen. En ik zag hangjeugd op straat. En ik dacht van, hé, daar ga ik wat mee doen. Dus ik begon met de activiteit op straat. En van het een kwam het ander, stond ik zo met 30 kinderen in de straat. Ben je moe? Ja! Ben je moe? Ja! Ik leer ze tijdens de training sowieso al dat discipline. Respect voor elkaar. En ja, er zit ook een stukje opvoeding. Hè, we komen hier best wel uit een wijk met veel problemen. Kinderen moeten soms, naar mijn mening, als ze uit een probleemgezin komen, moeten ze dingen al heel snel verwerken, op een volwassen manier. En ik probeer met die kinderen daarover te praten. En ook die kinderen weer een beetje rustig te maken door meditatietrainingen en zo, en dat soort dingen. Dus, maar het is, ja, het valt niet mee hoor, hier zo. Dus, ja. Dat is belangrijk, hè? Het is helemaal gratis. Puur uit eigen beweging, 5 dagen in de week. Ja. En iedereen, sommige mensen denken van je bent gek. Dat doe je toch niet gratis? Ja, ik doe het wel gratis. Ja. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pak het kus open. En stoten. En dan begin je met deze kant. 1, 2, uit de dekking. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wat is de eerste vraag?